jaren geleden was het heel erg ja, enigszins traditioneel fondsenwervend, hè? Dus wij vroegen met name om een donatie. En met behulp van best wel veel pushmarketing-methodieken. Nou, dat hebben we een aantal jaar geleden hebben we dat eigenlijk best radicaal omgegooid. En zijn we veel meer behoeftegedreven gaan werken. Zijn we gaan werken vanuit een positieve benadering. Zijn we gaan werken niet meer om alleen de hart- en vaatziekten te bestrijden en er te zijn voor mensen met een hart- en vaatziekte, maar juist om iedereen een gezond hart te laten kunnen hebben en houden. En daar ook een positieve toon bij te hebben, zodat mensen ook voelen van, door mijn gezonde hart kan ik ook een optimaal leven eigenlijk leiden. Of in ieder geval mijn leven op een optimale manier zien in te vullen. Hallo, ik ben Louise Doorn, founder en CEO van Hello Maas. En welkom bij de Hello Masters podcast. Samen met Frank Watching maken we deze podcast. Ben je benieuwd naar andere movers en shakers in marketing? Abonneer je dan op Hello Masters. Elke 2 weken een nieuwe podcast via iTunes en Spotify. Zo, vandaag weer een nieuwe Hello Masters. En vandaag gaan wij non-profit. Dat doen we niet heel vaak. Dus ik ben heel erg enthousiast om vandaag met David Verschoor alle ins en outs te horen over de Hartstichting. Ja, wie kent de Hartstichting niet? Een naamsbekendheid van maar liefst 99%. Dus marketingleider lijkt wel een makkie daar. Of toch niet? Nou, dat gaan we vandaag ontdekken met David. Hij is sinds 2013 CMO bij de Hartstichting. Maar daarvoor heeft hij meer dan 15 jaar in telco en in de online wereld gewerkt. Dus een, ja, echt wel een for-profit wereld, voordat hij overstapte naar de Hartstichting. Dus het is denk ik ook leuk om te praten over die transitie. Want marketeers die al wat verder zijn in hun carrière overwegen of doen ook de overstap naar meer purpose-gedreven werken. Ook bij NGO's en start-ups. Maar toch zie je het nog niet heel vaak. Dus ik denk dat het leuk is, David, als je wat kan delen over jouw why, waarom je het hebt gedaan en ook hoe de realiteit anders is waar je nu zit versus waar je hiervoor werkte. Nou, David is ook een bekende en ook gewaardeerde marketeer. Dit jaar stond hij in nummer 6 in de lijst van de top 100 marketeers in Nederland. Dus welkom, David. Leuk om erbij te zijn op deze digitale manier. Ja, absoluut. Dus vertel eens eventjes, waarom heb je voor de Hartstichting gekozen na die lange commerciële marketingcarrière? Ja, eigenlijk twee redenen. Eén is omdat het werk wat wij hier doen, dat gaat echt ergens over. En dat is iets anders dan winstmaximalisatie. En hier gaat het uiteindelijk echt om ja, maatschappelijke impact te realiseren, om dat te maximaliseren. Dus dat is heel mooi. En het tweede was ook wel op het moment dat ik benaderd werd voor deze functie en mij uitgelegd werd welke veranderingen er eigenlijk waar de Hartstichting voor stond. Ja, dat deed mijn marketing hart ook wel kloppen, om het zo maar te zeggen. En ja, dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik de stap heb gemaakt. En met heel veel plezier werk ik nog steeds bij de Hartstichting. Ja, ja, helder. Ik zei net al even in mijn intro dat jullie een naamsbekendheid hebben van 99%. Dat is, nou ja, huge. Ja. Dus betekent dat jij geen awarenesscampagnes meer hoeft neer te zetten? Dat hoeven we gelukkig niet te doen. Wij kunnen onze beperkte marketingbudgetten kunnen wij op heel andere vlakken heel goed inzetten. Maar we hoeven gelukkig niet te werken aan naamsbekendheid, nee. Waar we wel heel erg aan moeten werken is aan de beeldvorming rondom het hart. Mensen nemen het hart toch eigenlijk best wel voor lief, ja. In plaats van dat ze het lief hebben. Ze bagatelliseren het misschien een beetje, het belang van een gezond hart. Ze denken er eigenlijk niet echt over na. Als ze erover nadenken, denken ze van nou, een gezond hart, het zal allemaal wel loslopen. Nou, en daar zijn we wel heel druk mee bezig om die beeldvorming te veranderen en om de relevantie van ja, eigenlijk een gezond hart in relatie tot een goed leven kunnen leiden, ja, dat wel echt wel heel erg belangrijk is. Ja, ja. En is jouw rol ook heel erg richting lobbyen naar Den Haag of naar andere ja, belanghebbenden die ook daarvoor kunnen zorgen dat die purpose die jullie nastreven ook in brede zin in de gezondheidszorg en in de politiek serieus wordt genomen? Binnen de Hartstichting zijn we natuurlijk wel heel druk bezig om eigenlijk alle stakeholders op alle niveaus op de juiste manier te bewerken. En de politiek is een hele belangrijke stakeholder, net als de medische wereld, zorgverzekeraars. En ja, daar zijn we natuurlijk continu mee bezig
om samen met hen ook te kijken van ja, hoe kunnen we nou dingen ten positieve gaan veranderen? Wat is daarvoor nodig? En ja, dat past wel heel erg bij het werk natuurlijk wat we doen. Ja, ja. En zou je dan zeggen dat jullie werk zowel B2B als B2C is? Of is het toch voornamelijk gewoon richting de Nederlandse bevolking, waar je nou ja, de importantie van het hart en gezond en ook de fundraising plaatsvindt? Of doen jullie ook steeds meer richting nou ja, corporate wellness programma's en dat soort zaken? Nee, kijk, onze missie is echt om iedereen een gezond hart. En we weten heel goed dat we dat absoluut niet alleen kunnen. Daar hebben we echt heel Nederland voor nodig. Daar hebben we iedereen voor nodig. Zakelijke partijen, allerlei andere instanties, de Nederlandse bevolking. Dus we hebben iedereen daarvoor nodig. En we sluiten heel veel partnerships af. Uiteindelijk, bijvoorbeeld met Philips hebben we een groot partnership gedaan. En daarmee realiseren we veel meer slagkracht en realiseren we natuurlijk ook ja, heel effectief bereik binnen in dit geval de doelgroep van Philips. Ja, en dat is wel heel erg belangrijk voor het werk wat we doen, want ja, echt alleen kunnen we het niet. Dus we hebben alles en iedereen nodig. Ja. Dus het is een zeker, het is zowel B2C als B2B. Ja, helder. En nog eventjes voor de intro, wel persoonlijke vragen. Wat is eigenlijk je favoriete marketingkanaal? Ja, ik heb niet echt een favoriet kanaal, om het zo maar te zeggen. Ik hou heel erg van juist de integratie van kanalen en de complementaire kant daarvan. Dat is ook waar we heel erg nadrukkelijk mee bezig zijn. Om continu te kijken van hoe kun je nou boodschap op zo'n manier verweven via eigenlijk de hele brede mix aan kanalen die er op dit moment zijn. Hoe kun je daar de juiste tools allemaal voor in gaan zetten? Ja, zodat mensen ook een boodschap niet soort van via één kanaal juist maar tot zich krijgen, maar dat ze dat heel geïntegreerd aangeboden krijgen. Ja, dus de customer journey staat echt centraal. En, de customer journeys en de insights die daar helemaal weer daar vooruit lopen. Ja. En die geïntegreerde benadering. En ja, dat is nu natuurlijk veel makkelijker ook te organiseren. Dan jaren geleden. En daar zit denk ik ook de kracht in van marketingcampagnes. Ja, ja, ik wil even met je duiken in de strategie, zeg maar, binnen de Hartstichting en de importantie van marketing. Dus als je kijkt, zeg maar, naar de strategische doelstellingen van de Hartstichting. Welke scope zit er binnen het marketingteam om die doelen te halen? Nou, waar wij hebben, we werken binnen de Hartstichting met in totaliteit zeg maar zo'n 150 mensen. Waarvan de helft zeg maar binnen het marketing communicatie domein. Maar dat is ontzettend breed. Hè? Dus daar houden we ons bezig om mensen te informeren, mensen te betrekken, om de beeldvorming te veranderen, mensen te activeren, mensen proposities af te laten nemen, behoefte gedreven invulling te geven aan wat Nederland wil. Dus we zijn er met een heel breed palet bezig. Partnership sluiten is natuurlijk een hele belangrijke. Daar binnen mijn afdeling werken zeg maar zo 75 mensen. Ja, vanuit alle specialismen die er zijn, werken uiteindelijk aan om Nederland meer betrokken te krijgen en meer geïnformeerd te krijgen en geactiveerd te krijgen. Zit het een nadeel dan of de focus heel erg op de communicatietak? Of zit het ook bijvoorbeeld in het mensen zeg maar voor donaties vragen of dat soort zaken? Is het een beetje of de hele borde schuis? Nee, het is eigenlijk alles. Hè? Dus het is zowel marketing, zorgen dat mensen de juiste handelingsperspectieven krijgen, dat er proposities ontwikkeld worden. Maar het is ook communicatie, het is branding, het is partnership sluiten, digitaal. Mensen die geven voorlichting. Dus het is een hele brede range aan verschillende competenties binnen de afdeling marketing. En dat is ook wel, kijk, menigeen weet ook niet helemaal van een goed doel als de Hartstichting. Dat zijn toch vaak eigenlijk best wel hele marketinggestuurde organisaties, hè, waarbij we op alle manieren natuurlijk in contact moeten komen met Nederland. En we hebben daar wel grote veranderingen doorgevoerd, hè, waarbij het jaren geleden was het heel erg enigszins traditioneel fondsenwervend. Hè? Dus wij vroegen met name om een donatie. En met behulp van best wel veel pushmarketing methodieken. Nou, dat hebben we een aantal jaar geleden hebben we dat eigenlijk best radicaal omgegooid.
En zijn we veel meer behoeftegedreven gaan werken? Zijn we gaan werken vanuit een positieve benadering? Zijn we gaan werken niet meer om alleen de hart- en vaatziekten te bestrijden en er te zijn voor mensen met een hart- en vaatziekte, maar juist om iedereen een gezond hart te laten kunnen hebben en houden? En daar ook een positieve toon bij te hebben, zodat mensen ook voelen van heel door mijn gezonde hart kan ik ook mijn ja, kan ik ook een optimaal leven eigenlijk leiden. Of in ieder geval mijn leven op een optimale manier zien in te vullen. Nou, en daarvoor zijn we ook wel eigenlijk voor alle marketingfuncties goed gaan kijken van joh, wat betekent dat nou? Dus de traditionele fondsenwerver, dat was echt het, een beetje de kern van de afdeling, zeg maar, 10 jaar geleden. En inmiddels is dat uitgebouwd. Dat is nog een paar mensen, een aantal mensen wat zich daarmee bezighoudt. En de rest houdt zich bezig met, ja, met engagement, met het activeren van mensen, met het zorgen dat we op een positieve manier communiceren. Dat we dat beeld gaan veranderen. Die beeldvorming gaan veranderen. Helder. Ja. Is het fair to say dat je core KPI is toch die purpose? Of is het dus heel purpose gedreven? Maar hoe vertaal je dat dan naar een KPI? Gebruik je zeg maar gewoon ook het framework wat je gebruikt in een commerciële omgeving? Of hebben jullie ander soort KPI's? Hoe ziet succes er eigenlijk uit voor jou? Nou kijk, uiteindelijk sturen we als organisatie heel erg op impact. En dus op eigenlijk gezondheidswinst, op hoe meer mensen eigenlijk een gezond hart hebben en kunnen houden, hoe beter het is. Dat is het lange termijn. Hoe meet je dat dan? Is dan het aantal mensen die overlijden aan een hartaanval, een hartinfarct, is dat dan een soort? Ja, je hebt de andere kant van de medaille van gezondheidswinst is ziektelast. En dat is een optelsom van mensen die vroegtijdig komen. Leiden of beperkt worden in hun leven doordat ze geconfronteerd worden met de hart- en vaatziekte. Dus dat is iets wat je uit kan rekenen. Ja. En daar hebben we heel veel verschillende stromen en verschillende activiteiten uiteindelijk voor ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we dat gaan afremmen. Ja. En dat we daardoor meer mensen kunnen hebben die dus in goede gezondheid gelukkig en gezond kunnen leven. Met een gezond hart. Kijk, uiteindelijk sturen wij natuurlijk ook op het nu. En niet alleen maar op het heel op weet ik veel, 10 jaar verder. Ja, en dat vertaalt zich dan in KPI's op imago. Dat vertaalt zich in KPI's op digital, voor engagement, voor bereik, inkomsten, een aantal mensen dat iets gaat doen. Hè, dus we sturen met campagnes zijn we eigenlijk de laatste jaren hebben alleen maar mensen gestuurd om iets te gaan doen, hè, om je bloeddruk te meten, om hulp te kunnen bieden bij een hartstilstand, als burgerhulpverlener of door samen een AED aan te schaffen, door signalen te herkennen van een beroerte, waardoor je hulp kan bieden. En dus het zijn allemaal eigenlijk mensen in staat stellen om iets te doen en dat meten we natuurlijk doordat we dan kijken van joh, hoeveel mensen hebben dan daadwerkelijk iets gedaan of hebben de intentie om iets te gaan doen. En het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de specifieke campagne. Ja, helder. Nou, jullie zitten natuurlijk best in een complex stakeholderlandschap. Want je hebt enerzijds natuurlijk pharma, je hebt huisartsen, je hebt ziekenhuizen, je hebt natuurlijk de patiënt of de burger zelf, politiek. Hoe laveer je in dat landschap en hoe zet je eigenlijk een partnershipmodel neer wat complementair is, terwijl je ook met partners te maken hebt die gewoon veel meer een commercieel doelstelling hebben, zoals bijvoorbeeld farmabedrijven. Ten aanzien van partnerships hebben we een aantal jaar geleden heel expliciet gekozen om alleen partnerships aan te gaan waarbij er echt een overlap aan doelstellingen zit. Ik geloof niet in een sponsoring zoals dat vroeger wel plaatsvond. Dus men kon ons logo gebruiken en wij kregen een zakje geld en daarmee konden we leuke dingen doen. Daar geloof ik niet heel erg in. Dat helpt uiteindelijk een andere organisatie niet heel veel. Dat helpt ons niet heel veel. Maar wat wel helpt is als je vanuit een gezamenlijk inzicht van joh, dit is het wederzijdse belang. Als je vanuit daar gaat starten en dan gaat kijken van oké, hoe kunnen we nou door echt samen te gaan werken hier ook invulling aan gaan geven. Nou, een interessant voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld we hebben met Opel en Feyenoord hebben we samenwerking gehad. Toen Opel nog op het shirt van Feyenoord stond. En dat is echt op die manier gestart ook. Dus van Opel wilde meer zijn dan alleen de sponsor. Die wilde maatschappelijke betekenis bieden.
die hadden uitgevraagd bij Feyenoord van, joh, wat is het nou wat jullie supporters drijft? Ja, daar kwam heel erg naar voren van, ja, Feyenoord zit in ons bloed, dat zit in ons hart. Ja, toen was de koppeling natuurlijk best snel gemaakt van, joh, oké, kunnen we dan niet samen, gedrieën, werken aan uiteindelijk maatschappelijke betekenis? In dat geval was het om mensen daadwerkelijk iets te laten doen vanuit een hart, voor het hart van een ander, in dat geval bij hulpverlening. Nou, Philips is eigenlijk een beetje een vergelijkbare situatie. Daar zijn we gestart om na te denken van, oké, hoe kunnen we nou iets bedenken waardoor wij invulling kunnen geven, of althans, wat is de maatschappelijke behoefte, de maatschappelijke betekenis die Philips wil brengen? Wat hebben wij? Nou, wij willen veilige buurten hebben, daar is een AED voor nodig. Nou, Philips die wil ook heel graag dat er veilige buurten zijn, zodat ook in dit geval dan de AED's van Philips natuurlijk goed gebruikt kunnen worden. Ja, en daar kun je dan op een hele goede manier invulling aan gaan geven. En dan werkt dat ook goed. Ja, dus super interessant, David. Je hebt veel verteld over de strategie, vooral de rol richting stakeholders en het gemeenschappelijke doel wat je nastreeft als, purpose-gedreven organisatie. Hiervoor werkte je in veel meer commerciële rollen. Een beetje wel de harde marketingkant, als ik het zo mag noemen. Dat is best een grote transitie. Kun je misschien een paar, twee, drie significante verschillen duiden? Want er zijn veel marketeers in die luisteren ook naar deze podcast. Die wat verder zijn in hun carrière en die denken, hey, ik wil nu ook 100% purpose-gedreven werken. Maar die vinden het toch wel heel spannend om de stap te maken zoals jij dat wel gedurfd hebt. Ja. Dus leg eens uit, wat is het grote verschil? Nou, het allereerste verschil is natuurlijk dat het gaat over niet meer over winstmaximalisatie, maar over maatschappelijke waarde die je gaat creëren. Ja. En wat ik het hele interessante vind, is dat je eigenlijk alle marketingfacetten daar fantastisch op kan toepassen. En nog meer dan in een commerciële wereld kun je creativiteit koppelen aan analytische skills, aan je gevoel. En daarmee ook daadwerkelijk maatschappelijke waarde gaan creëren en maatschappelijke verandering teweeg kan brengen. En ja, ik vind veranderingen doorvoeren vind ik altijd iets heel moois, vind ik ook iets heel intrigerends hebben. Ja, ja. En als je dat in een setting kan doen waar je ook daadwerkelijk ziet en voelt en hoort en begrijpt dat dat heel veel betekenis heeft, ja, dan wordt alles wat je doet daarmee van meer waarde. En daarmee zeg ik niet dat als je in een commerciële setting werkt, dat wat je doet geen waarde heeft. Maar dat heeft toch vooral waarde voor de aandeelhouder of voor de eigenaar. En dat blijft daarmee vrij klein, om het zo maar te zeggen. En hier vind ik het een hele mooie manier uiteindelijk om meer betekenis te kunnen geven. Ook aan wat je doet en aan je vak. Ja, helder. Ja, en wat is het verschil tussen het team en het soort van mensen die solliciteren bij een Vodafone KPN versus een hartstichting? Nou, ik denk dat het verschil daar eigenlijk kleiner is dan menigeen denkt. Zeker bij een organisatie als de hartstichting, daar binnen mijn afdeling werken 75 professionals. En veelal zijn dat mensen die ook uit de commerciële sector in eerste instantie komen. Dus en dat is ook juist wel iets wat ik belangrijk vind, hè? Want daar heeft men toch op een andere manier vaak op leren denken. Ja. Kun je dat ook op een hele mooie manier toepassen. Maar de professionaliteit binnen de Hartstichting op het gebied van marketing is denk ik serieus best heel erg hoog. Dus, ja. En daar selecteren we mensen ook op, hè? Dus het zijn absoluut niet de goed bedoelde amateurs. Nee, het zijn gewoon hele goede professionals die daar een waanzinnig goede bijdrage leveren en een enorme ontwikkeling ook kunnen doormaken. Ja, en als je één of twee tips zou geven voor luisteraars of kijkers die overwegen om ook zo'n stap te maken, wat voor lessons learned zou je hun mee willen geven? Nou, kijk, het is best een stapje. Dat is zeker zo. Want de domein waarin in ieder geval de Hartstichting werkt, is vaak ook, of dan goede doelen werken, vaak een heel complex domein. Hè? Enerzijds omdat het er zijn ontzettend veel stakeholders. Heel Nederland vindt daar echt iets van en wil daar iets mee en voelt er ook iets bij. En de behoefte daarachter en de motivatie daarachter, die is vaak veel heftiger dan bij een product. Want daar, dat gebruik je misschien, maar je hart, dat is je leven. Dus daarmee is ook
Het vergrootglas ligt er natuurlijk heel erg op. En dat is wel iets wat mensen zich moeten realiseren, dat een vergrootglas daarmee niet moet betekenen dat je een kramp schiet en niks gaat doen en niks durft te doen. Ja, dus wat ik in ieder geval het team ook altijd wel meegeef en wat ik anderen ook meegeef, is van ja, de stap naar de goede doelenwereld voor marketeers is minder groot dan men denkt, omdat het vaak hele professionele organisaties zijn waar je heel veel je verder in je vak kan ontwikkelen. Ja. Maar tegelijkertijd je realiseer je wel dat het anders is, dat het weer onder vergrootglas ligt, en zorg er daardoor voor dat je wel blijft durven en dat je ook gewoon vooral gaat doen en gaat leren en ervaren en dat je ook fouten durft te maken. Hoe ja. hard dat misschien ook dan, of althans, als je een fout maakt in de commerciële sector, ja, dan is dat misschien, dan kost dat alleen geld en hier is dat misschien wat verstrekkender. Blijf het durven, want als je het niet durft, ja, dan ga je niet verder komen en dan leer je ook niet en dan gaat de organisatie ook niet verder komen. Ja, helder. Ja, zijn er dan ook mensen die vanuit intrinsieke motivatie bij jullie solliciteren, bijvoorbeeld als ze een ouder hebben gekregen die overleden is aan een hartziekte of hartstilstand? En vind je dat dan fijn als mensen vanuit die intrinsieke motivatie bij jullie komen? Of is dat soms ook wel dat ze zo emotioneel erin zitten dat soms ook wel ingewikkeld kan worden? Ja. Nou, dat kan het zeker zijn, hè. Ik heb wel wat mensen ook aangegeven dat het niet verstandig is om bij de hartstichting te solliciteren, omdat ze zo emotioneel erbij betrokken zijn, dat ze daarmee misschien ook wel af en toe geconfronteerd worden met besluiten of commentaar van partners of van andere partijen, ja, die ze echt op persoonlijk niveau heel erg zou gaan raken. En dan is het werken bij de hartstichting niet waard. Hè. Dan moet je het ook vooral niet doen. Tegelijkertijd zie je natuurlijk wel dat veel mensen binnen de hartstichting hebben ook wel een overmatig interesse in dit veld. En hebben vaak ook wel een persoonlijke ervaring, op wat voor manier dan ook. En dat kan zijn vanuit een hart- of vaatziekte die ergens in de familie zit. Maar het kan natuurlijk ook zijn gewoon puur bewustzijn van gezond leven en een eigenlijk daar ook wel heel erg een behoefte aan hebben om daar goede invulling aan te kunnen geven. Ik wil nog eventjes het laatste deel van onze podcast echt over jouw marketingteam praten en even een deep dive doen. Dus je gaf net al aan, je geeft leiding aan 75 marketeers. Eigenlijk de helft van de mensen die werken bij de Hartstichting werken in jouw team, in marketing. Dus vertel eens even over de skills en de competenties. Ga je zeg maar door de hele keten heen? Of outsource je ook nog dingen naar agencies of naar freelancers? Ja, beide hebben we. Dus we hebben sowieso natuurlijk ook een aantal bureaus waar we mee samenwerken. Met Blauwgras werken we nou samen. Met NS5 werken we nou samen met een aantal andere partijen en ook met freelancers. Maar als je kijkt naar de mensen binnen mijn afdeling, dan zijn dat eigenlijk allemaal mensen, ja, op de meest brede range van het spectrum hebben we specialisten zitten. We hebben specialisten op online, we hebben specialisten op partnerships, specialisten op segmentatie, op propositieontwikkeling, op branding, campagne managers. Dus eigenlijk op alle facetten hebben we de juiste mensen zitten en met de juiste skills. En we hebben de laatste jaren wel heel erg gefocust om vernieuwing ook binnen te krijgen. Ja, dus we hebben veel nieuwe mensen binnengekregen. En ook vanuit heel verschillende achtergronden juist. Want dat is, dat brengt een organisatie uiteindelijk heel veel meer. Omdat het dan gewoon vanuit heel veel verschillende ervaringen en achtergronden, dan kun je met elkaar echt gaan leren en gaan ontwikkelen. Dan kan men van elkaar gaan leren. En dat is wel hoe we het eigenlijk steeds meer hebben georganiseerd. Ja, en hoe bouw je een divers team? En wat is diversiteit voor jou? Ja, nou, wij kijken heel erg naar diversiteit op competenties. En qua uiteraard ook voor karakters. Wij sturen op sterktes. Dus we hebben de strength finder. Dan krijg je allemaal inzicht in elkaar sterktes. In plaats van dat een beetje traditioneel ook toch wel gekeken werd van joh, wat kun je niet. En daar proberen we wel de diversiteit in te zoeken.
In verjonging ook. Hè. Zeg maar, nou, toen ik binnenkwam, toen was de gemiddelde leeftijd binnen de Hartstichting vrij hoog. En daar hebben we wel heel veel mensen, ja, vooral wat ik al zei, van buitenaf, veel jonge mensen vanuit hele verschillende organisaties, ervaringen, zijn die binnengekomen. Helder. En kijk je ook naar diversiteit van culturele achtergrond? Want je ziet toch wel dat hart- en vaatziekten komt natuurlijk door de hele bevolking door. Het communiceren ook op een bepaalde manier over die ziektes, dat vereist wel vaak een andere boodschap, een andere aanpak. Neem je dat ook mee in je team? Nou, nog wellicht wat onvoldoende. We focussen ons denk ik nu, we focussen ons nu toch wel op gemiddeld Nederland, om het zo maar te zeggen. En daar zijn wij ook wel een afspiegeling van. Tegelijkertijd zie je ook wel dat in de lage zeswijken, lage sociale economische statuswijken, dat hart- en vaatziekten daar een groter probleem zijn. En dat daar ook gezondheid een groter probleem gaat worden. En het is wel een discussie die we nu aan het voeren zijn, van joh, moeten we daar nou niet ook meer ons op gaan richten? In de wetenschap dat het daar ook wel veel complexer is om daar dingen voor elkaar te krijgen. Omdat je te maken hebt met hele andere gedragingen, andere ook wel culturele achtergronden. En ook wel levert het besef dat de marketingbenadering die we nu hebben, ja, misschien ook niet helemaal fantastisch daarop aansluit. Dus hoe we daar nu met name naar kijken is dat we dat door middel van samenwerkingen proberen te doen. Door ook omgevingsfactoren te veranderen. Als je het bijvoorbeeld hebt over tabaksontmoediging. Je ziet dat in de laag 6 wijken dat daar nog wel 50% rookt. En bij hoger opgeleide nog maar 10. Door omgevingsfactoren te veranderen. Door het niet meer zichtbaar te kunnen verkopen bijvoorbeeld. Ja, helpen we natuurlijk ook mensen die in dat soort wijken wonen. Helpen we daarmee eigenlijk om tabak in ieder geval te denormaliseren. En het daardoor minder makkelijk te verkrijgen en daardoor ook om gedrag te veranderen. Ja, helder. En als we naar het marketingvak kijken, dat verandert natuurlijk razendsnel. Ik denk, toen jij en ik aan onze carrière begonnen, toen had je 5 kanalen en dan kreeg je na 6 maanden een keer een mooi rapportje wat de awareness figures waren. Nou, dat is nu bijna real time en er zitten natuurlijk enorm veel kanalen, ongeveer de laatste keer dat wij het geteld hebben 50 en er zijn meer dan 8000 martech tools. En dus onze discipline is gewoon volledig veranderd. En als je eigenlijk kijkt naar het operating model wat erachter zit, van hoe bouw je nou een topteam, hoe hou je je hele operatie gaande, maar ook hoe bouw je ook een cultuur voor experimenteren. En hou je die kennis, je hebt vaak ook specialistische kennis in huis. Nou, heb jij dat wel goed gedaan als ik jou zo hoor. Maar toch die continue verversing, zeg maar, in die know-how. Ja, is eigenlijk wel een must-have om gewoon effectief te zijn als marketingbaas en marketingteam. Dus hoe ga jij om met met die verandering? Nou, ik denk eigenlijk 2 dingen. 1 is dat je de juiste expertise in moet huren of moet insourcen. En dat je daarmee ook ervoor zorgt dat je ook eigenlijk on top of the game bent. Dat je bij die golf, op die golf kan zitten. En een tweede wat we hebben gedaan, en dat vereist continue aandacht, is dat we heel erg gefocust hebben ook op de cultuur. En de cultuur ook veranderen van, de Hartstichting was een best behoorlijk bescheiden organisatie. En misschien ook wel wat toch wat meer, het moest 100% kloppen en pas dan gingen we het doen. En wat we hebben geprobeerd te doen, waar we continu mee bezig zijn, is om mensen ook bewust te maken van, ga risico's nemen, ga fouten maken, ga leren, ga ontwikkelen, ga iets nieuws doen, ga iets bedenken en ga het dan ook vooral doen. En ga daar vooral mee op je bek, never fail to fail. Want daardoor kunnen we ook stappen gaan zetten en kun je ook vernieuwingen een plek gaan geven. En blijft het niet bij van joh, ik heb een keer gehoord dat. Nee, dan hebben we het ook een keer geprobeerd. Ja, dat is de grote barrière, want ik kan me best voorstellen, ook je zei toen je aantrad dat er de gemiddelde leeftijd was best hoog, dus misschien ook wel een beetje risico-averse gedrag hoort vaak wel bij een wat oudere generatie. Hoe heb je die transitie gemaakt dan? Want dat is best een grote stap als mensen niet
bekend zijn om te falen en ook continu moeten bijleren. Het is eigenlijk een soort van levenslang leren ook nu. En niet naar je NIMA B halen 20 jaar geleden dan denken, nou mooi, ik heb het allemaal gedaan en let's go. Het is eigenlijk gewoon de perpetual learning. Dus vertel eens een beetje hoe je toch zorgt dat die cultuur ook door jou gevoed wordt, zeg maar. Dat die mensen continu kunnen leren en ook experimenteren. Nou, ik denk, kijk, het is niet iets van het een op het andere moment. Hè? Dus het is iets wat heel geleidelijk ook kan ontstaan. En tuurlijk hebben we daar ook wel wat gezorgd dat de staffing dat die goed is. Dus we hebben ook wel her en der natuurlijk gereorganiseerd. We hebben nieuwe mensen binnengehaald, nieuwe ervaringen binnengehaald, wat ik al eerder zei. Maar het is een heel complex geheel, want je verandert het niet zo heel makkelijk, niet zo heel snel. Mensen blijven toch bang om een fout te maken, omdat ze ook denken toch veel al van dit kost allemaal geld en dit is niet mijn geld. Hè. Het is niet geld van een aandeelhouder, maar het is geld van Nederland. Ja. Dus het vraagt ook veel uitleg en continue aandacht. En ik wil helemaal niet zeggen dat we er al zijn, zeker niet. Ik denk dat we de eerste stappen aan het zetten zijn. Maar het is wel een hele belangrijke, het is wel hoe we daarnaar kijken van hoe je innovaties een plek kan geven. En hoe je ook mensen open kan krijgen van, wat we deden is fantastisch. Waar we naartoe moeten, dat vraagt toch echt andere dingen. En sta daarvoor open en durf het aan. Ja, helder. Nou, helemaal goed. Ik denk dat we eigenlijk richting het einde van de podcast komen. Ik heb nog even twee vragen aan jou. De ene gaat even meer over jouw learnings in je carrière. Hè? Want marketing, je zegt zelf al, je moet gewoon continu experimenteren en leren. En ook een keertje op je bek gaan, want anders dan leer je niet hard genoeg. Vertel eens even over de learnings die jij zelf hebt gehad in jouw rol. En misschien met een leuke anekdote. Of iets wat je dacht met alle beste intenties. Ik wil het zo doen, een campagne of zo. Die uiteindelijk gewoon helemaal niet is uitgepakt zoals je zou willen. Ja, er zijn heel veel dingen natuurlijk die niet uitgepakt zijn zoals je wilt. Maar dat vind ik dan eigenlijk allemaal prima. Ja, ik heb wel heel erg geleerd, ook binnen de Hartstichting, om uitgaan van je eigen sterkte en je eigen positie. En toen ik binnenkwam, toen was er nog best wel veel vergelijk met andere gezondheidsfondsen. En werd er ook een beetje naar gekeken van, joh, waarom lukt het daar dan wel en hier niet? Of hoe ontwikkelen zich de inkomsten daar wel positief en hier wat minder? En ik heb wel heel erg geleerd om toch vooral te kijken van, joh, maar waarvoor zijn wij er nu? En wat is nou het unieke wat wij hebben? En om je niet af te zetten tegen anderen, want dat heeft zeker bij een organisatie als Hartstichting totaal geen zin. Ziektes kun je al helemaal niet vergelijken. Wil ik ook niet vergelijken. Die zijn allemaal voor ieder persoon helemaal uniek. En daar wil ik absoluut niet me in gaan mengen. Maar het leidt ook uiteindelijk tot niet zoveel. Het leidt alleen maar tot minder onderscheid. Want je bent alleen maar navelstaren. Dus we hebben ons heel bewust daar eigenlijk van gedistanceerd. En dat heb ik wel geleerd in die zin. Dat door echt uit te gaan van je eigen kracht, door je eigen positie te bepalen, dan kun je in één keer die beweging gaan maken. Dus dat is wel het leerpunt wat ik daarin ervaren heb. Ja, en hoe hou jij je kennis en je inspiratie up-to-date? Heb je een favoriete podcast, een boek, een online conference, een clubhouse? Wat heb je de laatste jaar, zeg maar, gedaan om toch die vernieuwing bij jezelf te halen? Ja, ik vind het leuk om met andere organisaties te praten over de marketinguitdagingen die ze hebben. Daar haal ik veel uit. Uiteraard hou je de vakmedia hou je goed bij. Om te zien van, joh, waar zitten nou de specifieke dingen in. En ik leer ook heel erg veel van mijn collega's. Ja, dat klinkt misschien een beetje zwaar, maar ik probeer me daar wel heel erg open voor te stellen. Van, joh, weet je, wat vinden jullie daarvan? En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Soms zit mijn eigen wijsheid ook wel wat in de weg. Maar daardoor ontwikkel je je wel beter, ja.
Ja, helder. En heb je dan bepaalde medium, podcast, iets anders waarvan je denkt, nou, dat vind ik echt tof en dat kan ik echt als tip aanraden, of een boek wat je gelezen hebt? Nou, denk, jouw nou, dat podcast, wil toch? ik Dat is luisteren. nu. Ja, oké, okay, of course. Maar ze luisteren en kijken hier al naar. Dus iets anders, want de wereld is natuurlijk groter dan de Hello Masters ja, podcast. Ja, ik vind, nee, ik vind, ik haal veel via informatie, haal je toch altijd wel uit de interviewtjes, haal je een hoop. Via podcast, CMO Talk van Klaas Wijma vind ik altijd wel interessant om gewoon te horen, ook van andere Ja. CMO's, van joh, hoe kijken zij nu naar specifieke ontwikkelingen, specifieke zaken. Dus ja, dat soort dingen vind ik interessant om te horen, ja. Ja, nou dankjewel David. We hebben een mooi gesprek over purpose, strategie, hoe jij vanuit de harde corporate wereld in een purpose gedreven organisatie met een groot marketingteam. En we hebben veel CMO's of marketingleiders bij Hello Masters, maar 75 mensen had ik eigenlijk niet gedacht bij de Hartstichting. Jullie doen natuurlijk ontzettend belangrijk werk. We gaan je zeker volgen. En ik wens je alle succes met de next steps met je team. En vooral om dit belangrijke onderwerp nog beter onder de aandacht te brengen bij de bevolking in Nederland, die ook steeds diverser wordt. Leuk om dit zo te doen. Wil je graag meer marketingkanalen inzetten, maar heb je niet de kennis in huis? Hello Maas heeft een nieuwe oplossing, het Flex Team. Haal meer uit je marketingbudget. Start met een gratis workshop. Je ontvangt een marketingteam benchmark en je leert hoe je makkelijker, sneller en goedkoper je marketingteam organiseert. Ga naar hellomaas.com/flexteam en boek nu gratis je workshop.